Stoomvaste. Stoomvaste Radio. Voor u. Voor jou. Voor ons allemaal. De eigenaar van Dreams World Magazine en Dreams. Gomien, hoe gaat het met je? Ik ben nu in Suriname. Ik kwam voor een slecht nieuws overlijdensgeval, maar natuurlijk heb ik het nieuws in Nederland gevolgd van de president. En toevallig ben ik in Suriname en dan kijk ik de tv-station en hoor wat er speelt. En natuurlijk snuif je een beetje Suriname op van wat gebeurt en ruilt en zelt hier in Suriname. Ja, nou laten we allereerst beginnen met je heel veel sterkte toe te wensen en te condoleren. Dankjewel, dankjewel. Alsjeblieft. Je bent dus niet voor een pleziervakantie, maar goed. Toevallige omstandigheden heb ik de receptie meegemaakt waar de speech van de president was met de First Lady in Suriname. En dat was een de mooie afscheid van natuurlijk de president die zijn huiswerk in Nederland heeft gedaan. Hoe heb je dat ervaren? Jij als Nederlandse Surinamer en dan komt de president en die spreekt de koning, de premier, Tweede Kamer. Ja, iedereen, de burgemeester van de grote steden. Hij heeft een drukke agenda gehad natuurlijk. En weet je, over het algemeen zijn er wat dingen geweest met lezingen. Maar over het algemeen heb ik wel het gevoel gehad wat heel veel mensen hadden. Er is weer een serieus werkbezoek vanuit Suriname naar Nederland waar heel veel Surinamers wonen. En dat was een goed gevoel. Ja, eigenlijk bijna 13 jaar, hè? Maar het was bijna historisch. Historisch moment, ja. En weet je, dat geeft ook wel, zowel in Suriname als in Nederland, hoop zou je zeggen, toch? Zeker. De betrekkingen worden weer verstevigd. Dat is 13 jaar niet geweest. Iedereen weet waarom niet. Maar er is nu iemand in Nederland en Nederland ontvangt de president gewoon goed zoals het hoort. En er zijn veel samenwerkingsverbanden gelegd. En dat moet er nog uitgewerkt worden. Dus dat is vanuit Surinaam perspectief een goed gevoel. Oké, mooi. En je bent in Suriname. Hoe heb je het daar beleefd? Ik heb gemerkt dat men heel kritisch is op het werkbezoek van de president in Nederland. Men is heel kritisch. Ik begrijp kritisch hoor. Ik bedoel, begrijp me niet verkeerd. Ik begrijp de kritiek dat heeft een natuurlijk met de dingen maken, de koopkracht in Suriname. Maar ja, als je niks doet, dan gebeurt er ook niks. Dan wordt het alleen erger. Alleen maar erger. Wachten en 13, 14, 15 jaar niks doen. Hè, er worden op tv hier vragen gesteld van met welke kosten heeft u het werkbezoek gedaan? En waarom bent u bij een VHP-vergadering bij geweest? Wie betaalt de kosten? Etcetera. Ik denk van ja, dat is natuurlijk belangrijk. Maar belangrijker is van het gevoel wat veel Surinamers in Nederland hebben gehad. Er is weer contact gelegd voor samenwerking. Ik bedoel, de president heeft aangegeven afgelopen week of weekend, de visa wordt afgeschaft bij 1 oktober. Is een begin. Natuurlijk, iedereen heeft het over de tickets moeten dan ook omlaag. En de paspoorten voor zakelijk worden ook vrij makkelijker. Er is een begin namelijk. Ja, laat me ook bijvoorbeeld benadrukken. Hè, een van de verkiezingsprogramma's, onderdelen daarvan van de president was, wij gaan diaspora-kapitaal aantrekken. Ja, en in diaspora zit je een beetje naar te kijken, naar de verkiezingen en alles wat eraan samenhangt en wat er daarna gebeurt, dan heb je toch een tijd nodig. En als de man dan zelf komt en het vertrouwen uitstraalt, dan geeft het ook veel meer motivatie, toch? Ja, het geeft vertrouwen aan de mensen die iets willen doen. Natuurlijk, de diaspora is niet alleen Nederland. Suriname heeft natuurlijk ook Amerika heel veel mensen. Wereldwijd zijn heel veel Surinamers overal. Succesvolle Surinamers. Daar rekent hij op natuurlijk. Maar hij moet wel een basis leggen in Suriname. En hij moet de contacten onderhouden. En geleidelijk aan zal hij natuurlijk als president de belangrijke contacten onderhouden. Maar dan moet een delegatie het overnemen. In ieder geval dat hij dit blijft doen, neem ik aan. Ja, nou, ik heb ook wat bericht meegekregen hoor. Dat alles wat hij hier heeft afgesproken en voor elkaar heeft gekregen, dat gaat hij persoonlijk monitoren. Heel belangrijk, laten we niet vergeten dat voor al die investeerders, zowel in diaspora als buitenlandse investeerders van grote bedrijven, noem maar op, die hechten ontzettend veel waarde aan die goede diplomatieke verhoudingen met Nederland. Omdat Nederland behoorlijk veel gezag uitstraalt op de kapitale markt en noem maar op. Professionaliteit en Nederland is jarenlange, Nederland is veel verder dan Suriname. Laten we daarover, daar is misschien twijfel over mogelijk. Alleen, ja, weet je, Tjaan heeft natuurlijk als president gezien van betrekkingen. Er zal natuurlijk dingen gekopieerd worden, dus er blueprints worden gelegd van, jongens, ga meer structuur aanbrengen, professionaliteit. Dat zal vast komen. Maar dat moet ook wel gebeuren in Suriname, want ik heb gisteren bijvoorbeeld met iemand gesproken van een DNA-lid. En die zei van, die zit in de werkgroep van toerisme. Maar er is geen structuur in
in een ministerie. Geen begroting. Ik bedoel, dan zal de president ook daaraan moeten kijken van, joh, er zal meer structuur in komen. Als je dingen wil monitoren, je wil niet alles zelf monitoren, daar heb je mankracht voor in je departementen. Mm-hmm. En daar zal hij toch hier in Suriname dat meer aandacht aan moeten geven van, anders ga je het in je eentje niet redden. En je departementen moeten meer structuur en mandaat krijgen. Nee, maar natuurlijk, heel logisch, maar natuurlijk alles gaat stap voor stap. Hè. Dat gaat echt niet van de een op de andere dag. Het belangrijkste is, die banden zijn verstevigd, niet alleen met Nederland, met dat is heel belangrijk. Aantal grote landen. Maar toch even terugkomend, je bent in Suriname, Gobind. Je bent op dit moment onze razende reporter, de man van Dreams. Hoe ervaar jij de sfeer momenteel in Paramaribo en omstreken? Suriname gaat heel slecht. Daarom begrijp ik de kritiek naar de president toe. Want de koopkracht is bijna weg. Ik bedoel, mensen hebben een heel laag salaris en de prijzen zijn soms Europees. En dan kun je zeggen van, je hebt toch alles, maar als je niet kunt kopen, dan heb je het wel. Dan maak je mensen lekker met van, je hebt toch alles, maar als je het geld niet hebt om te kopen, dan ga je creatief in je dagelijks leven om met alles. En dat zie je in alle geledingen in Suriname, of je nou... Heel simpel. Ik zeg van de Surinaamse puntjes. Zeg van, is het in Nederland de Surinaamse puntjes? Ik zeg van, ja, hoezo dan? Op de Suriname toch de naam? Zeg van, wij hebben hier de Chinese puntjes tegenwoordig. Het is niet met de Surinaamse. Zeg van, de droom komt vandaag, morgen is het oud. Ja, absoluut. Ik kan niet eens eten volgende dag. Dus het is brood, kwaliteit is... Maar ja, begrijp niet verkeerd, het is brood. En als je geen geld hebt, dan geen Chinees van, dan ga je ook besparen op de dingen. Ingrediënten. En dat zie je in alles terug, hè. Alles. Ja, nee, ik kan me heel goed voorstellen, en dat is natuurlijk een hele trieste situatie. Er zijn twee dingen. De president of de regering, die had heel veel beloftes gedaan tijdens de verkiezing. Dat is één, laten we dat vasthouden. Twee, begrijpen merendeels van de mensen wel in welke positie Suriname zich bevindt en hoe? Men kijkt naar de situatie naar de toekomst, dat moet je ook wel doen, maar vergeet het verleden niet, hè, waar je vandaan komt. Ja, maar beseft men dat wel goed genoeg eigenlijk? Nee. Dat. Men verwacht wonderen eigenlijk. En dus, ik hoop dat die wonderen snel komen. Maar weet je, water is tot aan de lippen van mensen hier. En dat snap ik ook wel. Je gaat met salaris dat je niet uitkomen wat je hebt. Ik bedoel, hosselen is één ding. In Suriname zijn er goed in. Creatief. Ik vind het knap hoe mensen uitkomen met de salaris in Suriname. Want laten we eerlijk zijn. Iedereen rijdt in de auto. Het is warm. Je moet tanken. Het is duur. Dan blijft er weinig over voor voedsel. Of als je voedsel wilt hebben, dan kun je niet werken, want benzine is duur. Ga jij die keuze maken? Ik niet hoor. Nee, ik ook niet. Ik zou me niet willen verplaatsen natuurlijk. Ik kan wel terugkijken in de... Ik van mensen hier in Suriname. Ja, ik kan wel terugkijken in de tijd waar ik weet dus dat Surinamers ontzettend veerkrachtig volk zijn. Maar je wenst het niemand toe dat het weer voor de derde keer weer is gebeurd en deze keer nog... erger dan ooit. Deel jij die conclusie met mij? Zeker. Weet je, als Suriname bij trots en zijn we allemaal en we willen dat het met Suriname goed gaat. Wat je hier mist is eigenlijk van, kijk, de president heeft wat afspraken gemaakt, werkbezoeken. En natuurlijk zal men niet zeggen van, hier heb je morgen alle hulp wat je nodig hebt. Maar weet je, er moet nu wel een transparantie komen en ik weet niet of die er al is, maar heb ik het nog niet gezien. Anders zouden we de vraag niet stellen. En je moet een korte termijn, middellange termijn en lange termijn plan hebben. Dat maakt het ook zichtbaar en wees transparant van wat er op korte termijn verwacht kan worden, middellange termijn en lange termijn. Ja, maar heb je wel eens naar het herstelplan gekeken, Gobin? Ja, in het begin, zeker. Niemand in Suriname kijkt naar een herstelplan. De bevolking kijkt er niet naar. Men is wel zoiets van, ik moet morgen brood op de tafel hebben. Ik heb niet al zijn plannen. Nee, ik snap het heel goed, Gobin, maar het heet toch niet voor niks herstelplan. Er moet iets hersteld worden, toch? Ja, en die stap 1 is gedaan de afgelopen... 10 dagen of zo vorige week met de president in Nederland. En Nederland is een hele goede partij om Suriname een boost te geven. Verwacht ook niet gelijk dat hij met miljoenen in koffers toegestopt door de koning naar Suriname komt, toch, Gobin? Ja, kijk, in de speech van afgelopen zaterdag heeft de president aangegeven wat voor positieve ontwikkelingen er komen. Dat is goed. Het komt eraan, heeft hij ook toegezegd. Alleen ik hoop dat het niet te lang duurt dat mensen daar de geloofwaardigheid in verliezen. Ja, dat begrijp ik. Je kunt 10 keer roepen, maar als het niet komt... Ik wil midden zijn in het begin. Dat is afspraken. Het komt eraan voor 1 januari. En wat denk je persoonlijk? Hè? Je bent daar nu. Wat er aan moet komen? Nou ja, duidelijkheid en transparantie is belangrijk voor iedereen hier. Want men kijkt kritisch. En natuurlijk hebben we ook gemerkt de discussie hè, tussen bij de lezing van Anton de Kom.
En dit gaan we het hebben over cultuurverschillen. Nee, laten we dat even gewoon inhoudelijk kijken. Ik bespeur eigenlijk te merken uit hetgeen wat jij wilt, is een duidelijke communicatie vanuit de regering. Ja, dat moet er zeker komen. En hij verdrukt natuurlijk, de president en de regering, want er zijn weer werkbezoeken. En ik zat toevallig in dezelfde vliegtuig afgelopen zondag. De ontvangst, meteen doorgaan naar de volgende afspraak. En weet je, daar ben ik ook president voor, maar... Na alle hectiek had ik wel even een dagje even rust gepakt van, hey, even time out, volgende werkbezoek, minister van Guyana, volgens mij is een werkbezoek hier. Hij gaat naar Amerika weer kort of zo, dus weet je, het is veel, hij heeft geen tijd, dat is knap. Maar zorg dat je dat wat je bezocht hebt ook concreet is oplevert. Ja, dan hoor ik weer twee dingen. Eén keer één ding, je zegt tegen mij, het moet heel snel gebeuren. Dus ik zie een president die daar ook gewoon aan het werk is, continu, hè, geen rust neemt. En aan de andere kant zeg jij nog steeds tegen mij van ja, er moet geëvalueerd worden naar de bevolking toe. Tussendoor in stappen van, hey, dit hebben we bereikt, dat komt eraan, dat duurt zo lang, of dat zo, of dat zus, of zo. Het heet zeg maar, het is onderdeel van altijd je time management. Als je ergens aan begint, er is veel werk te verzetten, maar zet het ook in etappes en zo naar resultaat. Helder. Geen resultaat zonder van je werk bezoeken. Oké. Okay. Daarnaast, voor jou nogmaals, hoe heb je in totaliteit, zeg maar, het begin, het aantreden van deze regering, hoe heb jij dat ervaren tot nu toe? Ik ervaar het nog steeds als positief, want er is wel een mijlpaal gehad. We hebben corona, hij heeft ook een pech gehad, hè, de regering. Ja, absoluut. De regering heeft pech gehad, corona breekt uit, geen toerisme, valt weg. Alle winkeliers in Nederland hebben dat moeilijk, laat staan in Suriname. Koopkracht is hier nog een probleem, winkels zijn dicht, ondernemers gaan failliet, mensen worden ziek. Dus op alle fronten heb je pech. Ja, en natuurlijk ook dat als je kijkt naar de cijfers, dan zie je dat toch bijna, volgens mij, nog geen kwart van Suriname gevaccineerd is, Gobind. Maar Suriname is een klein land, een kwart, dat is een dorpje. Eigenlijk, als je vergelijkt met Nederland, mensen gaan elkaar informeren, ga ik het wel of ga ik niet doen. En Nederland heeft wel een probleem mee, met zoveel miljoen inwoners. Als je het in verhouding zet, ja, wij zijn verder, in Nederland zijn we verder met, hè, van je moet het doen. Maar, weet je, omdat je naar het buitenland wil gaan, bijvoorbeeld. Op schaal, als je het op schaalvergelijking zou doen, dan dekt in Nederland toch al behoorlijk de lading, zeg maar. Ja, maar Nederland, het... als je in Nederland niet op vakantie zouden gaan, dan weet ik niet of heel veel mensen zich zouden vaccineren, hoor. Aha. Er worden heel veel regels in Nederland opgelegd. Als je wil feesten, als je naar buiten, als je op vakantie wilt gaan, dan moet je gevaccineerd zijn. Ik ga ook nog niet op vakantie, dus die vaccinatie kan nog gestolen worden even. Ja, maar je zou dan je regelgeving op bepaalde punten moeten aanpassen. Wanneer no wanneer? Ja, de druk ligt hier niet, want ja, Nederland heeft zoiets van, ik wil vakantie, dus ik laat me vaccineren. Ja, je zou moeten beginnen bij het overheidsapparaat, bij de dienstdoende instanties, noem maar op. Daar zou je eigenlijk de vinger op moeten leggen, toch? Ja, kijk, dus hopelijk gaan heel veel mensen zich laten vaccineren, maar ga ik zeggen van, je moet het doen? Nee, zeker niet, want weet je, als het straks later verkeerd uitpakt, ja, iedereen moet het toch doen. Wie gaat dat? Ja, ja, maar jij bent ook gevaccineerd, toch? Ik ben gevaccineerd, maar mijn moeder bijvoorbeeld is niet gevaccineerd. En zij is 80. Oh, je hoefde mij geen antwoord daarop te geven. nee, maar het gaat erom van, ik respecteer ieders beslissing. Ja, namelijk ja, jongeren ja. Willen het niet doen, want ze weten nog niet wat de gevolgen op lange termijn zijn. Het is nieuw. Nee, maar kijk, dat begrijp ik en dat begrijpen we allemaal, dat begrijpt iedereen. Maar ja, dan kan je ook niet echt bij ja, de economische gevolgen moet je dan ook een beetje voor je rekening nemen, hè? Dat begrijp ik wel, want hier in de risico om iedereen een beetje daarin mee te slepen als je niet gevaccineerd bent. Dus mijn standpunt persoonlijk is van, laat je vaccineren. Men zegt het hier in het kabinet in Nederland, kijk, hier zijn van de zoveel mensen zijn een klein gedeelte niet gevaccineerd. Maar men zegt, de prijs die je daarvoor moet betalen is heel hoog tegenover de gevaccineerden. Maar gaandeweg zijn er ook veel meer varianten en noem maar. Oké, maar goed, we gaan corona eventjes terzijde zetten, anders wordt het een corona-uitzending. In Suriname begrijpen we, het is een klein gemeenschap. En het is een opgave om iedereen gevaccineerd te krijgen. Ze hebben leuke, tenminste leuke niet, maar de oproepen liggen er overal. Laat je vaccineren, de dingen zijn er wel. Ja, het is geen feestje. Alleen, ja, mensen moeten zelf even... het is nu nog lockdown, 9 uur gaat alles op slot. Ja, ik bedoel, ik ga 9 uur ook binnen blijven. Wat verwacht jij en wat zou moeten gebeuren in de komende 3 maanden volgens jou, Gobind? In
komende 3 maanden zal alles op alles ingezet moeten worden om de koers de koopkracht terug te krijgen. Koersverlaging, dat mensen meer kunnen kopen met hun salaris. Ja, je begrijpt natuurlijk wel dat de regering een koers niet verlaagt. De regering niet, maar je moet er alles aan doen om te zorgen dat mensen de koopkracht... De salaris kun je aanpassen, maar als je geld niet hebt, ga je nog dieper de put in. Ik ben geen econoom, maar je moet zorgen dat mensen meer kunnen kopen, de koopkracht terugkomt. Basis van alles hier. Maanden gebeuren, hopelijk. Ik ben ook geen econoom, maar ik bedoel, als Suriname een importland is, dan heb je ontzettend veel valuta nodig, hè, om al die aankopen te doen die men nodig heeft. Het gebeurt bij hele kleine dingetjes, hoor. Ik bedoel, ik heb heel veel afspraken ook lopen met een aantal prominente mensen die beslissingsmandaat dingen hebben. Ik ga heel simpel zeggen van, als je naar Suriname vliegt met SLM en KLM of wat dan ook, dat zijn niet zoveel maatschappijen in Suriname vliegen, heel simpel, hè. Dan verbaast het mij dat je met zoveel problemen aan boord gewoon nog Bacardi en whisky uitschenkt. Heel simpel voorbeeld, hè? Ja, je betaalt ontzettend duur voor je ticket, hoor, Gobind. Ja, maar... In vergelijking... Heb jij vluchten in Europa gezien waar de whisky wordt uitgeschonken? Nee, ja, maar die vluchten in Europa, dat ligt ook in een heel ander tarief, Gobind. Laten we eerlijk zijn. Suriname is een van de duurste vluchten. Is een van de duurste routes. Als je gaat besparen... Dan moet je ticketprijs omlaag lagen. Ik betaal niet een dure ticket omdat er whisky wordt uitgeschonken, toch? Ja, ik ben het deels met je eens, maar ik bedoel, dat gaat de hele economie van Suriname nog niet veranderen. Nee, maar het zijn de kleine stapjes die helpen. Toerismebranche is belangrijk. Ik heb gisteren gevraagd van, als een vliegtuig naar Suriname komt, zit toerisme daarin begrepen? Wordt een deel van het volle vlucht doorgesluit naar het departement toerisme bijvoorbeeld? Men kon daar geen antwoord op geven, ik weet het niet. Ja, dat van toerisme... Het zijn kleine stapjes, Rea. De vliegtuig, ik ben met een geleend gehuurd toestel van Air Belgium gesproken. Geen probleem, het was een keurige vlucht, professioneel, goed begeleid, volle vliegtuig. Dan moet je winst hebben gemaakt, anders ga je het niet huren. Anders laat je het helemaal aan KLM over, toch? Wat zei je als laatste, sorry? Anders laat je het aan een KLM over, toch? Als je als SLM geen winst maakt, dan moet je geen vliegtuig huren. Dan moet je zeggen van, jongens... Wij gaan het bedrijf niet draaiende houden om kosten te maken. Vliegtuig, je hebt middelen, je wilt het bedrijf in stand houden, dan zal het winst zijn. Want het is een volle vlucht, hè? En het was keurig, professioneel. Alleen aan een toestel van een ander land, dat geeft niet, want het zal wel rendement opleveren. Ik hoop de directeur van SLM te spreken. Ik heb een afspraak lopen. Ik hoop dat ik kom morgen terug in Suriname. Ik hoop dat ik een afspraak kan maken van, joh, hoe ziet het eruit dat we iedereen kunnen informeren in de Riemse World van... Ja, wat zijn de plannen van SLM? Ik hoop dat het aan is. Ik heb misschien nieuws voor je. Ik heb de beste man vrijdag aangehoord. Hij krijgt hij heeft een deal gemaakt voor een nieuw toestel. Niet een nieuw gebruikt, maar een goed degelijk toestel. Dus dat komt in eigen beheer. Ja, en de rest, dat moet je zelf bij hem uitvogelen, zou ik zeggen. Nou, dat is goed nieuws. Dus ik hoop dat ik daarmee die ene vraag van je beantwoord heb. Volgende vraag is, Gobind, ik begrijp de schrijnende situatie in Suriname. Begrijp jij ook dat het niet... vandaag of morgen opgelost wordt? Ik begrijp het wel, maar de bevolking gaat het begrijpen. Kan ik me heel goed voorstellen. En als je mensen wil laten begrijpen, dan moet je daar, weet je, je kunt mensen niet kwalijk nemen dat ze het niet begrijpen misschien. Het ligt aan de boodschap hoe je het overbrengt. Nee, het is ook heel begrijpelijk dat ze het niet begrepen, omdat ze natuurlijk, hoe moet ik het zeggen, ze zijn jarenlang in een wolk gehouden door het leenbeleid. Ja, dus daarom zei ik van... Je moet ook niet vergeten wat je verleden is geweest. En natuurlijk heeft deze beste man een hol op te ruimen. En opruimen kost tijd. Zonder het verleden bestaat het heden niet, Gobind. Ja, en het brood dus niet. Dat is zwaar, ja. Heel, heel simpel. Ik hoorde van iemand, ik neem mijn kinderen, kleine kinderen niet meer naar de winkel. Want ze gaan alles willen hebben, ik kan ze niet geven. Ja, dat is wel triest, ja. Ja, dat. Ik wil een ijsje, ik wil niet geven. Ik hoop dat die lieve broeders en zusters van mij ook goed onthouden waar ze dat aan te danken hebben uiteindelijk. Ik hoop dat ze dat niet vergeten. In de afgelopen 45 jaar is het meerdere malen voorgekomen, maar het haalt nooit de geschiedenisboeken. Dus ik hoop dat het deze keer goed opgeschreven wordt, die hele geschiedenis. Nou ja, weet je, we hebben de Paracelmol actie gehad, toch? Ja. Ik zou zeggen van jongens, kijk even wat de echte vraag is, want Paracelmol bestrijd je een verschijnsel. Maar mensen hebben ergens honger, want dat soort dingen. En honger in de zin van bepaalde basisdingen zijn er gewoon niet. Dat is wel verschrikkelijk, hoor. Ja, en ik wil een paar smals sturen, is belangrijk zeker ook, maar ik mis een paar stappen ervoor. En dat Benoem ze eens concreet. Ik ga die discussie niet voeren. Ze
Suriname is een vruchtbaar land. Alles groeit hier. Alles kun je hier doen. Waarom gebeurt het niet? Ja, ook daar zal degene aan moeten kijken van waarom doen we dit niet? Waarom kunnen we dit niet van de grond krijgen? Je hebt de president toch horen zeggen van ja, iedereen moet ook een beetje gaan planten. Is dat een verkeerde uitspraak? Nee, zeker niet. Oké. Okay. Ooit op de grond en het groeit gewoon hier. Dat weet ik. Ik heb ook altijd geplant als ik in Suriname ben. Ja. En ik heb daar nog steeds mijn moestuin. Maar dat is van jongens zelf. Zelfredzaamheid moet ook van de grond komen. We hoeven niet altijd de exportproducten te hebben. Ja, maar om na te gaan, ik zit hier, hè, maar mijn cassave groeit gewoon door in Suriname. Ja. Het blijft een trieste situatie. Je had het net over een aantal producten, basisgoederen, die niet te verkrijgen zijn. Kan je die nogmaals voor me opsommen? Meel, aardappelen. Meel, dus NV Blom, bijvoorbeeld een van de grootste meelproducenten. Brood is belangrijk. Als je geen warm water hebt, minimaal brood toch? Er is geen genoeg valuta om Blom te importeren, of hoe moet ik het zien? Dat heb je toch wel onderzocht? Simpel, meel. Brood wordt gemaakt van meel. De reden, olie, wat is... Heb olie, je... heb ik gehoord, is duur hier. Gewoon heel duur. Olie is gewoon duur. Maar... Weet jij waar zonnebloemolie vandaan komt, Gobin? Geen flauw idee. Zeg het maar. Uit de zonnebloem. Nee. Ja, oké. Okay, ja, inderdaad uit de zonnebloem. Maar waar is het ooit ontdekt? Het is door de inheemse bevolking van Zuid-Amerika. Dus, ja, weet je, bepaalde dingen moet je ook wel eens in je eigen boezem gaan zoeken. Ja, het is gewoon niet... Nee, ik snap dat het er niet is. We hebben vroeger ook in kokosolie moeten bakken in de jaren 80, ja. Weet je? Maar dat in de jaren 80 ook niemand is opgestaan om te kijken hoe je van zonnebloemenolie kan maken. Dat vind ik nogal tragisch eigenlijk. Ja, Ricoré. Is goed. Bedankt. Zo is niet. Goed. Veel sterkte met alles en hou ons op de hoogte, brother. Ik vind het leuk. We gaan binnenkort ook in Dreams World lezen. Ik kom net van een leuk bezoek van de Marienburg, leerlingenplantage. Was ik nog nooit eerder geweest, maar vandaag meegemaakt wat er aan geschiedenis ligt. Ik ga het allemaal lezen en ik ben er ontzettend benieuwd naar. Volgende maand weer in Dreams. Het is goed, Ray. Aboom. Grantangi. Doei. Doei, doei. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl. Makkelijk, snel en betrouwbaar. Verzend vanaf nu geld naar Suriname via MoneyGram bij Haaien de Vries International Money Transfer met verschillende vestigingen in Paramaribo, Wanica en Nieuw-Nikeri. Overal in Suriname. Geld verzenden naar uw familie. MoneyGram, bringing you closer.